Goeiedag. Deze video gaat dieper in op de te volgen weg om uw domeinnaam te verifiëren en configureren. Vervolgens gaan we deze domeinnaam rechtstreeks linken aan uw bcloud-collaboration-account. Zo zal u al uw e-mails op dit nieuwe platform kunnen ontvangen. Onthoud dat als u uw domeinnaam heeft gekocht bij Belgacom, deze procedure volledig en kosteloos door ons zal worden uitgevoerd. Even een kleine opfrissing van de eerste video. We gaan alle elementen die een belangrijke rol spelen bij de configuratie van uw bCloud Collaboration instellen. Uw register, die uw domeinnaam beheert. Uw e-mail service provider, die momenteel uw e-mails beheert. Skynet, Hotmail, Gmail of uw eigen server. Uw bCloud Collaboration platform, dat vanaf nu al uw e-mails zal ontvangen. Na enkele eenvoudige handelingen. Zal u al uw e-mails rechtstreeks kunnen ontvangen en consulteren op uw bcloud collaboration platform, zonder via uw huidige e-mail service provider te gaan? Laten we beginnen met de verificatie van uw domeinnaam. We moeten er ons van verzekeren dat u de eigenaar bent van de domeinnaam die u aan uw B .cloud Collaboration Platform wenst te linken. Selecteer het domein dat u wenst te linken aan uw B .cloud Collaboration Platform. Klik daarna op DNS-instellingen weergeven. Hier ziet u de configuratieinstellingen die u zullen toelaten uw domein aan het platform te linken. U kan zelf uw domein heel eenvoudig configureren door de instructies op uw scherm te volgen. Opnieuw, indien u niet vertrouwd bent met dit soort gegevens of handelingen, aarzel dan niet een screenshot van dit scherm te sturen naar de support van uw register. Deze zal heel gemakkelijk de aanpassingen voor u kunnen uitvoeren. Deze wijziging zal uitgevoerd worden binnen een termijn van 12 tot 72 uur. De eerste stap is geslaagd. Na de verificatie en validatie van uw domeinnaam bij uw register kunnen we verder gaan met de volgende stap, de configuratie van uw domein. Uw scherm verschijnt. Klik vervolgens op Domeinen in het menu Beheer. Hier ziet u de lijst van de reeds actieve domeinen. Door middel van de knop Een domein toevoegen. Kan u heel eenvoudig één of meerdere nieuwe domeinnamen aan deze lijst toevoegen? Klik op Een Domein toevoegen. Typ in het invulveld de domeinnaam die u wenst toe te voegen. Bijvoorbeeld mycompany.be. Klik op Volgende. Opgelet, u kan enkel deze domeinnamen toevoegen waarvan u de eigenaar bent. Indien u nog niet over een domeinnaam beschikt, kan u er gemakkelijk een verkrijgen bij belga.com. Of bij uw registratiebureau. We gaan nu verder met de eigenlijke verificatie van uw domeinnaam. Het merendeel van de registers zijn reeds opgenomen in het drop-down menu. Indien uw register niet verschijnt in deze lijst, selecteer dan Algemene instructies. Hier ziet u het verificatiescherm van uw domeinnaam. Indien u niet vertrouwd bent met dit soort gegevens of handelingen, aarzel dan niet een screenshot van dit scherm te sturen naar de support van uw register. Deze zal heel gemakkelijk de aanpassingen voor u kunnen uitvoeren. De inwerkingtreding van deze wijzigingen zal ongeveer een vijftiental minuten in beslag nemen. Vergeet daarom geen termijn van 12 tot 72 uur te voorzien, alvorens alle wijzigingen online gepubliceerd zijn en uw domeinnaam effectief gevalideerd is. U kan uw domeinnaam heel eenvoudig verifiëren door op de knop Verifiëren te klikken. Proficiat! Uw domeinnaam verschijnt nu als gecontroleerd. Deze wijziging zal uitgevoerd worden binnen een termijn van 12 tot 72 uur. U ontvangt uw e-mails vanaf nu op de b cloud collaboration server. Om ze te ontvangen en consulteren gaan we nu gebruikers aanmaken. In de volgende video leggen we u stap voor stap uit hoe u gebruikers kan aanmaken op het BelgaCom BIS online platform. Tot zometeen!